Welkom bij een nieuwe aflevering van het eSports Nieuws. Vandaag gaan we het hebben over ruzie in de LCS. Gaat IAM Oakland binnenkort van start? En is Overwatch inmiddels al de grootste eSport die er is? Ja jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het eSports Nieuws. Elke woensdag op gamers.nl. Mijn naam is Peter, dit is Marcel. En Marcel was er vorige week niet. Nee, klopt ja. Ik was een weekje even ziek. Ja, nou dat is ook even lekker. Ja, weer depressief, ik depressief, weet je wel. Ja, je zit nou vijf weken aan de antibiotica. Ja, zoiets. Ja. Eigenlijk ja, vijf weken. Terwijl ik ben zelf behoorlijk probiotica. Echt waar? Make biotica great again. Antibiotica. Heb het fucking anti. Ze moeten allemaal weg. Oké. Allemaal eruit. Ja, eigen biotica eerst. Eigen biotica eerst, precies. En ze zei ze ook niet van of ik nam. Nee. Ga ik een hek bouwen om de biotica ik heen? Ik net serieus zijn. Dan gaat het te ver als ik zeg dat ik dit antibiotica pak. Nee, dat gaat wel. Nou, het is zo. Hey jongens, we hebben eerst nieuws over de LCS. Er is weer gespeeld. Er is, nou ja, niet gespeeld eigenlijk. Nee, er is niet gespeeld. Nee, want het is een beetje winterstop, zeg maar. Ja, als het ware. World is geweest. Dus de teams zijn nou een beetje aan het kijken welke spelers ze willen aantrekken, welke niet. Alleen er is een brief gelekt van alle teams naar Riot toe, naar de hoofdorganisator. Waarin ze zeggen van, hey, er is te veel, ja, elk team kan eigenlijk ieder moment gedegradeerd worden, zeg maar. Hè? Ja. Eén keer meenemen is geen garantie voor de toekomst. Nee. En ze willen eigenlijk samen een franchise op gaan bouwen. Als alle teams samen die... Dit is kartelvorming. Dit is pure kartelvorming. Dit is hetzelfde als dat de Eredivisie zegt. Bij PSV, Feyenoord, Ajax, whatever, wij kunnen nooit degraderen. Terwijl het leuke is, dat kan. Precies. PSV kan volgend jaar degraderen. Gaan nu gebeuren met Kamp. Hun zeggen dat ze heel veel geld mislopen, dat ze eigenlijk nooit geld kunnen verdienen. Het lijkt wel sport, het lijkt wel weer verlies. Het lijkt wel alsof er iets, zeg maar, iets gebeurt in die wereld. Ja, maar goed, dat heeft dus wel voor gezorgd dat die wel flink wel opschudding is. En dat mensen met elkaar zijn gaan praten van ja, hoe kunnen we dit gaan oplossen? Ik zeg niet dat ze dan iedereen inderdaad maar samen een vrij gedeelte moeten geven en zeggen van hey, jullie blijven voor altijd in de league. Ja. Maar er moet wel iets komen waardoor die teams meer zekerheid hebben voor de toekomst. Nee! Maar in de zin van, net zoals Blizzard doet, dat ze zeggen van iedereen in de hoofdfase krijgt van ons hier een zak met geld en track spelers. Maar dat doet Riot toch ook? Ja, maar niet zo heel veel. Nee, omdat het nog een soort van leuk is. Hun hebben zeg maar ook een beetje het, weet je wel, wij eerst. Dus hun hebben de eigen sponsordeals, hun reguleren alles wat er in die league gebeurt. Ja. Dus ja, dat moet, van beide kanten moet er iets veranderen, denk ik. Oké. Okay. Maar ja, dat was in ieder geval dikke fitty en Nou ja, ik ben voor Riot. Je bent al van de... Ja, ik ben gewoon Riot. Ik ben ook helemaal niet verbaasd. Make eigenlijk. League of Legends great again. Ja, ik ben helemaal voor. Oké, er was nog nieuws over IAM Oakland. IAM Oakland. IAM Oakland. Ja, sorry, ja, mijn handschrift is gewoon waardeloos. Laat ik zie het. Maar plus IAM zou je zeggen is een A, maar is een M. Ja, ik weet het. Maar ja. Okay. Dat klopt ja. Dat is voor komend weekend. Ja. Daar gaan we naar kijken. Leuk. En er zijn een beetje problemen. Want veel Aziatische teams, die hebben heel veel problemen met een visum krijgen. Make America great again. Ja. En het is niet zeker hoeveel teams er nog zijn. Het is Verenigde Staten ook. Het is een IAM Oakland. Ja, nee, oké. Okay, Oakland, ja, nee, snap ik. Er zit ook een Watch Dogs 2. Maar dat is, dat ga je dus nu krijgen. Het is een beetje van ja. Gaan die teams Brutal spelen? Er zijn al drie teams die al afgezet. Ik vraag me serieus af of wij volgend jaar de E3 binnenkomen. Ja. Ik weet het serieus niet. Ook iets om over na te denken. Nou, dat gaan we niet. Het ligt eraan als ze zien van... Interesseert mij dat land. Ja. Niks. Nee. Ik ben nog net op tijd geweest, een weekje van tevoren. Nou, het bleek dat het heel slot. Grappig. Ja. Dan gaan we naar CSGO, waar geen regels zijn. Nee. Nou ja, wel natuurlijk. Maar de Immortals winnen daar de I by Power Masters. Leuk. Ja, wel een rare naam trouwens. Was het een leuke wedstrijd? Power, een beetje pay to win. Het was wel tof. Het ging in ieder geval 20.000, dus er was niet heel veel op at stake. Dus wel. Maar dat betekende wel dat Immortals gekwalificeerd heeft, ook voor IAM Oakland. En dit is er ook daar gaan spelen. Leuk. Ze moesten tegen Cloud9, daar hadden ze van gewonnen. Maar Cloud9 had zichzelf al geplaatst. Dus weet je wel, het is de vraag van, hey, hebben ze op zijn best gespeeld en gaan ze dit weer doen tijdens Oakland? Ja, precies. Dat gaan we zien. Okay, cool. Ja, daarnaast heeft TSM, een van de grootste e-sport organisaties ter wereld, heeft gezegd dat ze hun Counter-Strike budget gaan verdubbelen. Dus dat is ook in ieder geval, het stopt er al flink wat geld in. Er zijn geen exacte cijfers bekend, maar als je kijkt naar de salarissen vorig jaar, dan gaat het wel over een aantal miljoenen die ze erin gaan stoppen. Nou, dan willen ze nog beter worden. Ja, precies. Ja, vorig jaar hebben ze heel een team laten gaan in Europa en dan gaan ze dus kijken om waarschijnlijk een nieuw team samen te stellen. Oké, okay, tof. Ja. Hey, jij begon dit schitterende programma. Begon je met, is Overwatch inmiddels de grootste e-sport? Ja. Nee. Nog niet. Nee, dit was gewoon een hele flauwe cliffhanger. Ja. Het antwoord is gewoon nee. Hij was wel naar, hè? Het was heel naar, want het is gewoon nee. Verre van. Alsof ik voel een beetje vies, of ik Utopia heb gekeken of zo, weet je wel. Nee, ja, sorry, nee, het is niet de grootste, maar...
Ik heb het gisteren heb ik het ook met verschillende andere mensen over gehad, ook andere vakmensen. En okay. met Dutch Terms bijvoorbeeld, met Vincent. En hij zei van ja, weet je, er gebeurt nou zoveel. Hij was zelf ook op BlizzCon aanwezig. Mm-hmm. Hij zei trouwens heel apart dat StarCraft daar, dat zag ik ook op de video's, maar StarCraft had daar de grootste zaal. Wat eigenlijk raar is. Maar de meeste mensen zaten bij Overwatch. En dat wil toch wel iets zeggen, hè? Want die e-sport, of in ieder geval de game, is net nou ja, een halfjaartje echt uit, zeg maar. Ja. Ze zijn al een jaar bezig. Alleen, ze hebben al hele grote toernooien, bijna van een $500,000 prijzenpot, zeg maar. Ik vind het zo schattig om met iemand uit de e-sports te praten. Bij jullie worden games altijd pas groot na een jaar. Terwijl bij ons is het gewoon lunchweek en dan 2 weken en gaan we door naar de volgende. Dan zakt hij weer af. Ja. Ja, nee, de e-sport moet meestal heel erg groeien op de mensen. En vooral dat er wetelpatches, je moet heel veel updates komen. Die zijn er geweest in Overwatch, want in het begin waren er nogal wat issues, waardoor het dus niet echt compatible gespeeld kon worden. Mm-hmm. Maar nu is het echt gewoon... Hoe zit het dan met Rainbow Six? Dat zou dan ook nog steeds kunnen. Ja, ik vond dat nog steeds, toen het uithoudt, dacht ik van nou, dit wordt een nieuwe Counter-Strike. Ja, snap ik. Heel goed. Dus dat is nog steeds. Ja, maar er zijn nog wel toernooien, maar het wordt gewoon niet, wordt gewoon niet groter. Oké, maar ga verder. Je was aan met Vincent aan het... Aan het lullen inderdaad, ja. En hij zei ook dat hij was dan bij BlizzCon echt aanwezig. En hij zei ook van ja, de meeste mensen zaten gewoon bij Overwatch. Als je kijkt naar toernooien, naar de mensen die er naartoe kijken, naar hoeveel support ze al hebben. En vooral op Twitch, zeg maar. De livestreams worden echt enorm goed bekeken. Ja, dan zie je toch wel dat er echt wel heel erg veel potentie in zit. Maar mooi. Wel, ik zei zelf een top 3 misschien tussen League of Legends en CSGO. Maar hij toch wel... Dota. Oh ja, maar, Dota is natuurlijk ook fantastisch. Ook zeker top 100. Een van de betere. Ja. Top 100. Nee, maar het is wel... Ja, weet je, het zit er wel aan te komen, denk ik. Ja. Ik denk dat binnen nu een jaar toch wel... Nou ja, Tom trainen. Ja, inderdaad. Tom, ja. Onze Tom moet gewoon lekker doortrainen. En vooral omdat Blizzard dus iedere team een ton geeft die meedoet in de hoofdcompetitie. Ja, precies. Gaan er heel veel teams nou gestart worden. Dus het is echt iets om over na te denken, Peter. Ik ben aan het nadenken. Oké, goed zo. Daarnaast, over wat gesproken, sommige teams gaan heel erg goed, sommige teams gaan minder goed. Team Anox, die hebben gezegd, we laten onze squad helaas vertrekken met de Noorderzon. Oh, maar die zijn niet goed genoeg over? Nee, daar komt eigenlijk wel op neer. Oké. Okay. Was, ze deed heel dramatisch aankondigen, maar volgens mij hebben ze bijna geen enkele wedstrijd. Ik weet niet of ik het nou goed lees. Wat? Ik heb een bril bij. Ik zie hier COD. Kot? Kot, ja. Oké. Okay. Ik wil het er even over hebben. Ja. Oké. Okay. Hartstikke het was, goed. Het was, ik wou het eerst neerzetten met een vraagteken. Van ja, moet ik hierover gaan beginnen tijdens het gamesnet? Nee, jij bent fan van Call of Duty en heel veel mensen met jou. Zeker letterlijk enkele mensen boven de 18. Sowieso. En als je nagaat dat Call of Duty bijna 40% meer spelers had afgelopen weekend dan Battlefield 1. Oké. Okay. Dan is het best wel, het is best wel iets. Maar wat ik het eigenlijk over wilde hebben... Ja, snap ik ook wel. Ja, daarom. Maar ik wilde het eigenlijk niet hebben over de... Behalve dat de Call of Duty competitie best wel gaaf is om te zien. Die games zijn best wel vet. Wil ik het eigenlijk hebben over hoe de teams zijn zich nu aan het vormen. Weet je wel, daar is het overal een beetje winterstop, dus iedereen is nieuwe spelers aan het aantrekken. Mm-hmm. Alleen met Call of Duty wat heel erg opvalt, is dat bijna de helft van alle squads... Die stopt er gewoon mee en dan komt nieuwe mensen voor in de plaats. Omdat... Een verversing voor de nieuwe game. Ja, precies. Maar dat komt nou, een nieuwe game, dus dan heb je ook weer heel veel nieuwe mensen. Ja. Want, het speelt toch allemaal weer net iets anders, nieuwe skills, je moet er allemaal net iets beter in dit geval speelt het wel heel erg zichzelf, hetzelfde, ja, hoor. Ja, het is wel met vergeleken met de vorige wel. Ja. Maar goed, ja, dat is leuk. Dat is een fijne winst op ook. Dat is precies. Dus, niemand is meer zeker van zijn plek, Gaming in Rebels. Zo. Ja, je bent gewoon onderworpen aan de... Ja, eigenlijk aan de bui van de teammanager. Of die op Twitter morgen misschien... Nou ben ik je zat. Daar is het gat van de deur. Dat vind ik altijd leuk. Ja. Ik volg die mensen op Twitter inderdaad. Ja. En dan zie je zo, dan is het een tijdje stil. En dan met mensen die normaal heel erg veel tweeten. En dan komt in één keer zo'n statement van de baas. Van ja, hij is eruit. En dan gaan ze helemaal los op Twitter. Tuurlijk, dan, ja. Oh, zijn alle deuren doen het klein. Ja. Hey, wat gaan we volgende week doen, Marcel? Ja, komend weekend I Am Oakland. Leuk. Die gaan we naar kijken. League of Legends en hopelijk. En Counter-Strike. Nou, tof. We gaan het zien volgende week in het eSports Nieuws. Marcel, dankjewel. Yes, ja, leuk je weer te zijn, Peter. En tot volgende week. Tot volgende week.